Ja, want er is niets vervelender dan een krabbend huisdier. Niet alleen voor de hond of kat, maar ook voor de baas, omdat hij vaak niet weet waar het van komt. En je wordt constant geconfronteerd met het gekrab van je hond. Ja, je vindt het ook vooral heel zielig, vind ik altijd. Want die beestjes kunnen niet aangeven wat ze nou precies hebben. Sandra Rossen van Dierenkliniek Almere Stad, goedemiddag. Goedemiddag allemaal. Ja, krijg je eigenlijk veel dieren binnen met jeuk? Heel veel. Het is een heel voorkomend probleem hier in de kliniek. Zowel bij honden als bij katten. Ja, nou heeft Rob een vogeltje. Komen die ook wel binnen met jeuk? Kan zeker. Die kunnen ook bijvoorbeeld beestjes hebben waar ze heel erg de jeuk van hebben. Ja. Oh, oké. Nou, maar we gaan het dus voornamelijk over honden en katten hebben. Altijd weer honden en katten. Ja, die zijn ook nooit mijn vogel. Nee, ook niet over cavia's. Maar goed, is het nou makkelijk te achterhalen waar beestjes jeuk van hebben? Allereerst is het belangrijk om te kijken waar de jeuk naartoe gaat. Dieren kunnen bijvoorbeeld alleen jeuk aan de oren hebben. En dan zitten we natuurlijk meer richting de oren te kijken. Het kan zijn dat de oren ontstoken zijn, dat er een grasspriet in zit. Of dat er bijvoorbeeld oormijt aanwezig is. Dat kan ook heel erg jeuken. Is het nou gericht naar bijvoorbeeld de achterkant, naar het kontje toe, dan kan het ook bijvoorbeeld zijn dat de anaalklieren vol zijn. Dus dat zijn al dingetjes waar je een beetje onderscheid in kan maken. Beetje vies verhaal, maar dat is wel iets wat wel degelijk meespeelt hier. Ja, nee, Rob die trok een heel vies gezicht. Die hoort anaalklieren en die trok helemaal weg hier. Volgende vraag. Dus je kijkt een beetje naar de positie op het lichaam waar die jeuk vandaan komt. Juist, ja. En de meeste klachten die wij hier krijgen is bij dieren die jeuk over het hele lichaam hebben. En dan bijten ze vaak op de pootjes, dan krabben ze met de achterpoten. En dan zie je eigenlijk dat ze continu daarmee bezig zijn. En dat is inderdaad dat vervelende geluid wat je dan steeds hoort. Dat gesmak en dat gekrab waar dieren continu last van hebben. En daar kunnen ze best veel energie aan verliezen. Ja, want hoe gaat het dan? Moet je dan eigenlijk even afwachten hoe het zich ontwikkelt? Of moet je meteen naar de dierenarts als je ziet dat je kat of je hond jeuk heeft? Nou, net als wij krabben we af en toe ook wel eens onszelf. Alleen als een dier continu daarmee bezig is, is het wel belangrijk de oorzaak te achterhalen. Allereerst is het belangrijk om te beseffen dat ook vlooien stiekem jeuk kunnen geven. En soms zie je ze niet, want bij een vlooienallergie hoeft er maar één vloo te prikken en daar krijgen ze een enorme jeukaanval van. Maar dat is altijd nummer één om goed naar te kijken. Heb ik een goed vlooienmiddel? Want niet alle vlooienmiddelen werken meer. Maar dieren in de natuur hebben natuurlijk ook wel eens last van jeuk. En dat gaat dan toch, neem ik aan, vanzelf over, of niet? Nou, niet altijd. Nee? Als je op straat bijvoorbeeld kijkt in het buitenland, zien die hondjes er altijd heel schurftig uit, noem ik het altijd. Dus kaal en met wonden. En vaak hebben die ook allemaal beestjes bij zich die wij niet graag in ons huis willen hebben. Nee, dus je moet goed opletten. Want krijgen wij ook jeuk van de kat en de hond? De vlooien van de honden en de katten willen niet zo graag mensen bijten. Onze huid is veel dikker, dus daar hebben ze niet zoveel zin in. Maar als je bijvoorbeeld je kat een aantal vlooien heeft en je zorgt ervoor dat dat dier uit huis is en je komt dan terug en die vlooien hebben heel erg honger, dan kunnen ze zelfs mensen gaan bijten. Dus dan kan je zelfs vlooien beten van de katten vlooien krijgen. Ja, nou had mijn kat ooit dus heel erg jeuk en het bleek aan het eten te liggen. Klopt. Een tweede iets wat jeuk kan veroorzaken is een voedselallergie. En een voedselallergie is eigenlijk een allergische reactie tegen met name verschillende vleessoorten. Dus rund, kip, varken, daar kunnen dieren allergisch voor zijn. En het is zelfs zo dat als ze nu iets eten van bijvoorbeeld kip, dat ze daar weken later jeuk van kunnen krijgen. Dus het is niet gelijk te koppelen van, oh, ik heb gisteren kip gegeten. Oh, dat maakt lastig. Ja, zeker. Want dat is natuurlijk wel, kom je erachter, hè? Heb je al wat geld uitgegeven dat jij van die onderzoeken doet en dan blijkt ineens heel duur dieet te moeten doen. Dat is zo lastig. Ja, snap ik. Jeuk is een van de moeilijkste problemen om uit te zoeken, omdat het een heleboel dingen kan zijn. En je moet beetje bij beetje, moet je iedere keer een stappenplan af om erachter te komen wat er aan de hand is. En laat je niet van de wijs maken met hele goedkope voedingen online. Want heel veel leveranciers zetten op hun verpakking van de voedingen van hypoallergeen. En dan blijkt het bijvoorbeeld niet zo te zijn. Hypoallergeen is gewoon een woord wat iedereen erop mag plakken. Dus als je goed voer wilt, ja, goedkoop is duurkoop. Het voer is inderdaad duurder bij de dierenarts, maar het werkt vaak wel een stuk beter. Kun je jeuk altijd behandelen, Sandra? Het is soms heel erg lastig te achterhalen waar het vandaan komt. Want het kan naast voeding bijvoorbeeld ook een allergie zijn tegen graspollen, tegen huisstofmijt.
En heel soms zien we dat bepaalde dieren in de lente in één keer jeuk krijgen. Maar zo'n kat met hooikoorts? Bijvoorbeeld, zou kunnen. Dus dat ze echt allergisch zijn voor iets in dat seizoen. En dan is het natuurlijk de vraag, moeten we daar met moeilijke onderzoeken achter gaan komen? Of gaan we daar gewoon een veilige behandeling voor instellen op het moment dat hij die jeukklachten ervaart? En sommige dieren kiezen we daarvoor, dat we zeggen van nou, in april heeft hij altijd jeuk. We geven dan medicijnen en dan is hij daar weer van af en de rest van het jaar is hij weer gezond. Ik gebruik bijvoorbeeld hooikoorts medicijnen. Kan ik dat dan ook aan mijn dier geven of vloek ik nu in de kerk? Het is een goede vraag, want die krijg ik vaak. Heel veel medicijnen voor mensen werken niet zo bij honden en katten. En dat komt omdat dieren andere leverenzymen hebben. Daarom is chocolade ook giftig voor honden en katten. Omdat de lever van een hond of kat heel anders werkt dan bij mensen. Dus je kan niet op één zeggen van oh, mijn medicijn geef ik ook aan mijn dier. Oké, okay. Sandra, is er nog iets anders wat we moeten weten? Eigenlijk is het belangrijk om als je dier jeuk heeft een afspraak te maken bij de dierenarts. Omdat ze heel erg wonden kunnen krijgen ook van het jeuken. Het kost ook veel energie, dus die dieren vermageren ze heel erg. En het is voor allebei, voor eigenaar en voor diertje niet fijn om zoveel jeuk te hebben. En mocht je vragen hebben, mag je ons altijd even bellen. Heel goed, Sandra Rossen van Dierenkliniek Almere Stad. Dank je wel weer en we spreken je volgende maand weer. Doeg, doeg!